We hebben in Nederland het beleid ook opgeschreven. Ik heb er een tijdlijn van gemaakt waarvan ik denk, hey, dit is voor jullie gewoon handig om te weten. Want het is nogal wat waar we in Nederland mee aan het werk zijn. Het gaat over de erkende maatregelen die er al heel lang zijn, die met je gebouwen te maken hebben. Het gaat over de energielabel C, wat er in 2023 is, wat voor alle kantoren geldt. Maar we werken inmiddels ook aan een normering die ervoor moet zorgen dat er in 2050 CO2-neutrale gebouwen zijn. En ondertussen hebben we ook nog het streefdoel, wat in 2030 geldt, dat we naar 49% CO2-reductie gaan. En ik verwacht eigenlijk dat we binnenkort daar 55% gaan opschrijven, omdat de Europese Commissie dat graag wil van de lidstaten. Hoe zit het dan met het maatschappelijk vastgoed? Want dat lijkt het maatschappelijk vastgoed heeft zijn eigen route beschreven. En ik denk dat het heel handig is om dat gewoon even aan te geven. Wat is die route dan? Bij de onderhandelingen van het klimaatakkoord hebben de sectorale sectoren in het maatschappelijk vastgoed de handen ineengeslagen en gezegd, hey, we willen graag sectorale routekaarten maken, zodat we zelf kunnen beschrijven hoe we de doelen van 2030 en 2050 halen. Dit jaar worden de sectorale routekaarten vastgesteld door de sector zelf. Die worden omarmd, die zeggen, dit is ons beleid. Vervolgens worden die in 2022 geëvalueerd. En wat heel belangrijk is in deze sectorale routekaart, is dat alle partijen die onder die sector hangen opgeroepen worden om een portefeuille routekaart te maken. Waarbij je aangeeft, hoe ga ik met mijn portefeuille om die doelen van 2030 of 2050 te halen. Dit wordt ook weer geëvalueerd. Gekeken of we daadwerkelijk goed op weg zijn naar de doelen van 2050 en 2030. Want eventueel kunnen we er anders ook nog wetgeving van maken. In 2019 hebben we het Kennis- en Innovatieplatform opgericht. Wat de partijen helpt bij het uitdragen van die sectorale routekaart en ook het maken van de portefeuille routekaart. Nou ja, wat is een portefeuille routekaart? Per organisatie, een schoolbestuur, een zorginstelling. Schrijf je op. Wat ga ik doen met mijn portefeuille? Hoeveel CO2 ga ik reduceren? En voor iedere sector is daar een tool. En wij hebben als RVO ook een format opgesteld wat echt een hulpmiddel is. Niet verplicht, maar een hulpmiddel om te bedenken van wat zou ik eigenlijk allemaal met dit vastgoed kunnen doen. Deze routekaarten zijn er inmiddels allemaal. Ze zijn of gereed of bijna gereed in de link die hieronder staat. Kun je zien van welke er inmiddels gereed zijn. En dat zijn er heel veel. Er zijn nog enkele die nog niet helemaal gereed zijn. Vorige week hebben we die van de sport behandeld. En volgende week behandelen we die van de zorg. En die week daarna van de monumenten. Maar vandaag hebben we het over het gemeentelijk vastgoed. Ik werk bij de VNG binnen het programma Energie sinds januari 2020 aan het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. En ik mocht gelijk aan de slag met het opstellen van de routekaart en die naar het bestuur brengen. Gaan we over naar de volgende sheet. Het gaat iets te snel. In de sectorale routekaart. Die is op 23 april dit jaar door het VNG-bestuur vastgesteld. Staat het perspectief van het CO2-arm maken van het maatschappelijk vastgoed en volledig aardgasvrij in een periode van 30 jaar. Dat geldt voor meer dan 36.000 gebouwen en meer dan 27.000 bruto vloeroppervlak. Dit is het maatschappelijk vastgoed in bezit van gemeenten. Daarnaast, en daar besteden we in de sectorale routekaart ook aandacht aan, zijn er natuurlijk ook sectoren die binnen de invloedssfeer van de gemeente vallen die een eigen routekaart hebben. Daarom hebben we ook gezegd van ja, het is eigenlijk heel logisch om de routekaart POVO te onderschrijven en met name de ambitie om naast de CO2-reductie
ook de kwaliteitsverbetering daarin mee te nemen. Daarin trekken we samen met POVO op. In de sectorale routekaart zeggen we daar ook iets over. Wat voor de gemeente de opgave is om die sectorale routekaart te vertalen in een eigen gemeentelijke aanpak. En dat is ook de oproep geweest van het bestuur aan gemeenten. Ga ermee aan de slag. Want het is ook belangrijk om echt nog beter inzicht te krijgen in wat er nodig is om deze opgave te kunnen realiseren. Want een belangrijke randvoorwaarde is onder andere voldoende kennis en capaciteit, maar ook financiële middelen om de opgave aan te kunnen pakken. De sectorale routekaart bevat enerzijds een aanpak op hoofdlijn hoe we als sector als geheel kunnen komen tot 95% CO2-reductie en volledig aardgasvrij. Dat moet vertaald worden naar de gemeentelijke aanpak. En er zullen echt wel verschillen in zitten. Zo heeft de ene gemeente veel meer monumentaal vastgoed. Hebben andere gemeenten weer meer gebouwen uit de jaren 70. Dus er zitten gewoon ook echt wel accentverschillen in. Selina die noemde al het schabloon voor de portefeuille-routekaart. De sectorale routekaart bevat een stappenplan. En dat gaat wat meer op hoofdlijnen, maar gaat ze ook in de stappen wordt beschreven van ga in gesprek met ook de andere sectoren, dus andere functies, beleidsadviseurs, sport en onderwijs. Zorg voor een gezamenlijk beeld van de opgave, in beeld brengen van de portefeuille. Dus dat zijn allemaal stappen die je moet nemen om ook de portefeuille-routekaart op te kunnen stellen. Deze opgave, dat is geen vrijblijvende opgave. En wij zien dat op basis van de doelstelling die er is, is het echt wel een complexe opgave. Want de berekening laat ook zien dat er een intensivering van de aanpak nodig is. Daarin zit hem de uitdaging om te komen tot haalbare business cases. Moet je ook wel kijken naar natuurlijke momenten en een kosteneffectieve aanpak. Maar is het ook belangrijk om te kijken van hoe sluit ik aan bij de wijkaanpak? Hoe kan ik maatschappelijke meerwaarde creëren? De opgave verbinden met andere opgaven zoals circulaire en klimaatadaptatie. En de sectorale routekaart, de vertaling door gemeenten, dat betekent ook echt wel een andere aanpak dan voor veel gemeenten nu het geval is, van een aanpak per gebouw naar de portefeuille als geheel kijken. Daar zal Niek Dame straks vast ook wel iets meer over gaan zeggen. Gaan we over naar de volgende sheet. De opgave, het is een complexe opgave en er zijn ook aanvullende middelen nodig. De functie van de sectorale routekaart was ook om dat in beeld te krijgen. Hoe we voor de sector als geheel om de CO2-reductie van 95% te halen. Wat er dan nodig is. Dat is dan ook onze inzet om middelen te krijgen. Zodat gemeenten echt van wal kunnen met deze aanpak. Met een portefeuille aanpak. Ondertussen zijn er ook al wat middelen beschikbaar gekomen, of komen er beschikbaar. Heel in het kort, er is 25 miljoen voor een ontzorgingsregeling via provincies. Loopt nu, provincies kunnen daarvoor hun plannen indienen en kleine organisaties in het maatschappelijk vastgoed worden ontzorgd in het maken van plannen om hun gebouwen te verduurzamen. Daarnaast is er 360 miljoen beschikbaar voor onderwijshuisvesting in een SPUC, specifieke uitkering. Onlangs, die stond al helemaal klaar, maar daar is geld bijgekomen vanwege de relatie met de ventilatie, actualiteit met corona. En een deel van die middelen komt ook al op korte termijn beschikbaar.
Tot slot is er 10 miljoen extra toegevoegd in de BOSA voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Dit is niet voor gemeenten, maar wel relevant voor gemeenten natuurlijk, omdat sportaccommodaties, amateurverenigingen hiermee ook meer nog in staat zijn om zelfstandig hun huisvesting te verduurzamen. Naast de rol die wij hebben in het op orde krijgen van de randvoorwaarden wat betreft financiële middelen, denken we ook na, of horen we ook, dat gemeenten en andere sectoren tegen belemmeringen aanlopen. Wij willen graag bijdragen aan collectieve oplossingen voor die belemmeringen. En samen met onder andere RVO en het Kennis en Innovatie Platform en Bouwstenen voor Sociaal, noem ik ook graag even, houden wij ons bezig met het uitwisselen en het ontwikkelen van kennis. Bijvoorbeeld kennis van financieringsinstructies die helpen bij haalbare business cases. We zien ook dat gemeenten best nog wel tegen andere belemmeringen aanlopen. Zoals het ontbreken aan bestuurlijke urgentie. De financiële positie, daar betekent ook dat gemeenten moeite hebben ook om met deze opgave echt aan de slag te gaan. Daar zijn we ook druk mee bezig. En wat betreft het bestuurlijke urgentie gaan we in het nieuwe jaar ook veel meer richting bestuurlijke netwerken om het verhaal van de sectorale routekaart en de opgave daarin onder de aandacht te brengen. Ja, je hebt nog 2 minuten. Oh, dan ga ik snel door naar bijna mijn laatste sheet. De actualiteit. Wij zijn nu druk bezig met een nulmeting naar het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In de PowerPoint die jullie na afloop krijgen, staat een link. Die kan nog tot vrijdag worden ingevuld. Dus als jullie dat willen doen, heel graag. Dat geeft ons een beter beeld van waar staan gemeenten en hoe kunnen wij gemeenten goed ondersteunen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van KPI's om de voortgang van de uitvoering te monitoren. Die is weer belangrijk om ook straks, als over 2 jaar de routekaart wordt herijkt, te kijken van waar moeten extra accenten gelegd worden en dat soort dingen. Ook wil ik graag bij jullie onder de aandacht brengen dat op 5 november een congres is over het klimaatakkoord vanuit VNG, IPO en de waterschappen. Met 2 interessante sessies over het maatschappelijk vastgoed. Met ook weer leuke praktijkvoorbeelden. Eind november lanceren wij een rekenmodel. Wat gemeenten helpt met het in beeld krijgen van de opgave. En dat is gebaseerd op de kerngetallen uit de sectorale routekaart. Helpt heel erg, hebben wij ervaren in de laatste aanscherping van het rekenmodel met gemeenten, dat het heel erg helpt bij het voeren van het gesprek over de opgave, het beeld krijgen ervan. Hoe kunnen we dit het beste gaan aanvliegen? Wil ik het hierbij laten. Niet helemaal. We hebben ook vragen aan jullie. Dat is nu in deze setting niet mogelijk. Maar wij komen graag met jullie in contact en hebben dan een aantal vragen. Die staan op de volgende sheet. En in de presentatie heb ik ook onze contactgegevens opgenomen om ons daarvoor te benaderen. Niek, jij bent duurzaamheidsadviseur bij de gemeente Breda. Je bent volgens mij hartstikke druk bezig met verduurzaming.
Ik geef jou graag het woord. Neem ons mee in wat jullie de afgelopen tijd gedaan hebben. Als het gaat over het verhuren van jullie vastgoedportefeuille. Ja, dankjewel. Zoals al de introductie zegt, ik ben als projectleider verantwoordelijk voor de verduurzaming van de Bredase vastgoed. Wellicht hebben enkele van jullie wel eens contact gehad met mijn voorganger Judith van Nuland. Die deed dit voorheen altijd. Een korte introductie voordat ik op de verhuur kom. We zijn in 2016 gestart met ons uitvoeringsprogramma, zoals ook nu op de dia te zien is. In 2017 hebben we die aangescherpt. Oorspronkelijk zijn we begonnen met 49 panden te verduurzamen. Dat werden er uiteindelijk 69. En ondertussen zijn het er nog wat meer geworden. Waar gaat het dan ondertussen over? Want de introductie, tenminste het begrip van de business case is wel belangrijk om ook terug te kijken van wat is nou de rol van verhuur. Het gaat om stadskantoren, districtsposten en zo. Dat is natuurlijk niet zo relevant voor verhuur. Maar we hebben ook bibliotheken, we hebben sporthallen, musea, poppodiums. En daar zitten natuurlijk allerlei maatschappelijke huurders in. We zijn ooit begonnen met het kijken, zoals zoveel gemeenten, hoe gaan we hiermee aan de slag? Destijds getriggerd door het energieakkoord. Het bleek al heel snel dat ja, het verduurzamen van gebouwen is maatwerk. Dus een heel simpele, kopieerbare structuur vonden wij niet. Dus toen is gewoon gekeken van, nou, wat is nou de doelstellingen waar we aan moeten voldoen? We hebben een eigen klimaatnood als Breda. Daarin stellen wij dat we in 2044 een CO2-neutrale stad willen hebben. Daar valt natuurlijk het maatschappelijk vastgoed ook onder. Dit uitvoeringsprogramma komt nog voor de doelstelling van gasloos. Dus die ambitie zit niet zozeer in het uitvoeringsprogramma. Dat is achteraf gezien, als we dat al destijds hadden meegenomen, waren misschien bepaalde keuzes anders genomen. Maar dat is voor een volgende stap weer. En zoals ik al zei, we hebben het voornamelijk gebaseerd op de eisen uit het energieakkoord, waar er voornamelijk gesproken werd over labelstappen en een gemiddeld label A bereiken in 2030. Nou, daar hebben we uiteindelijk op basis van EPU-analyses, hebben we ons, zoals ik al zei, die 69 gebouwen geanalyseerd. Daar hebben wij maatwerkadviezen opgeschreven, waarbij wij, waar het kon, ook de combinatie hebben gezocht met planmatig onderhoud, brandveiligheid, asbest en andere sectoren, om een zo integraal mogelijke aanpak te creëren. En dat heeft uiteindelijk in Breda geleid tot een aanpak waar wij op een kosteneffectieve manier, dat houdt in dat we net de contante waardeberekening hebben gemaakt op onze business case, waarbij we met investeringen van nu de maatregelenpakketten kostendekkend willen uitvoeren. Dat is op zich nog wel een belangrijke. We hebben de maatregelenpakketten voor in twee opgesplitst. We hebben gebouwen gekozen waar we hebben gezegd we willen het binnen 10 jaar af kunnen schrijven, dus hebben terugverdiend. En we hebben gebouwen gekozen waar we dat in 20 jaar hebben gedaan. We hebben ook niet naar individuele maatregelen gekeken, maar we hebben gekeken naar totaal maatregelenpakket. Sommige maatregelen verdienen zich eigenlijk snel terug, sommige waren totaal niet haalbaar binnen 20 jaar. Maar we hebben naar een totaalpakket van maatregelen gekeken. En als het totaalpakket binnen 20 jaar terug te verdienen was, dan gingen we tot uitvoering over. We hebben gefocust op de kernportefeuille. Dat is denk ik wel logisch. En waar het kon, hebben we in de planning rekening gehouden met een meerjaren onderhoudsprogramma. Nou, dat resulteerde uiteindelijk in 3 budgetten. Het investeringsbudget uit het onderhoudsprogramma hebben wij zoveel mogelijk ingezet. Ook hebben we daar gedesinvesteerd. Dus dat betekent dat als we al gespaard hadden voor een investering voor 2030, maar zover is het natuurlijk nog niet, hebben we hetgene wat we al gespaard hadden al wel ingezet bij de verduurzaming. We hebben de rekening gehouden met de energiewinsten, dus de terugverdientijd uit die 20 jaar of die 10 jaar de maatregelenpakketten. Daar zit ook een stuk split incentive in, daar zal ik er zo meteen over verder op ingaan, want dat is van toepassing bij de relatie met huurders. En we hebben het kon nog wel onrendabel budget ingezet, er waren nog wel wat potjes beschikbaar uit investeringsprogramma's. Het voorbereidend traject is nog wel een belangrijk, is apart gefinancierd. Dat zit niet in de business case. Dat is bijvoorbeeld het werk dat door alle EPU-adviseurs is uitgevoerd.
Dat is uiteindelijk gefinancierd uit het verkoopresultaat van bepaalde panden. Maar zoals ik al zei, het gaat over 69 gebouwen. Wat in deze business case ook belangrijk is, is dat we het ook als een totaal zien. Niet alle gebouwen zijn kostenneutraal te verduurzamen, maar sommige zijn weer meer dan kostenneutraal te verduurzamen, waardoor er uiteindelijk ook tussen de gebouwen geschoven kon worden met budgetten. Dat was uiteindelijk ook wel het succes van het verhaal, dat je niet naar een individuele maatregel kijkt. Je kijkt ook niet naar een individueel gebouw, maar je kijkt naar je totale portefeuille, waardoor je uiteindelijk een investering kan doen van in totaal 18,6 miljoen. Die dan weer opgesplitst is in zo onderhoudsbudgetten als rendabele investeringen en onrendabele investeringen. Ondertussen hebben we de twee labelstappen bereikt. We zijn over onze hele kernportefeuille ondertussen gemiddeld label A. De verwachting is, als de uitvoeringsprogramma afgelopen is, dat we 40% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 2016. En het is inclusief de monumenten die in de kernportefeuille zitten. Nou, we hebben natuurlijk nog een vervolgonderzoek staande. We moeten uiteindelijk nog van het gas af. We hebben op dit moment 8 gebouwen die energie neutraal zijn. En dat willen we verder uitbreiden. Maar dat zal allemaal in een volgend uitvoeringsprogramma moeten zitten. Nou, het stukje waar dan waar ik specifiek voor gevraagd ben. We hebben ook te maken met derden. We hebben dat opgesplitst uiteindelijk in de gebouwen waar wij de energierekening betalen en waar wij dat niet doen. En daar heeft het dan vaak te maken met maatschappelijke huurders, stichtingen, buurthuizen, wijkverenigingen die daarin zitten. Daar is uiteindelijk gekozen om met een split incentive te werken. Dat betekent dat wij een voorstel hebben gedaan aan die partijen om te verduurzamen. En dat wij dan met 75% van de energiewinst uiteindelijk de maatregelen bekostigen. En dat zij 25% van de energiewinst in eigen zak mogen steken. Dat is niet verder onderbouwd. Dat is gewoon een aanname die we gedaan hebben, die verdeling. En daarmee hebben wij uiteindelijk de portefeuillehouders naar de verschillende huurders laten gaan. En waar de portefeuillehouders eerst nogal huiverig waren van, nou, hier gaan ze nooit mee akkoord en daar hebben ze geen zin in, bleek dat dat er veel begrip was en niet alleen vanwege de 50% die ze in hun zak konden steken, maar ook gewoon vanwege de maatschappelijke opgave die er lag. Misschien heeft dat ook al te maken met de rol van de maatschappelijke huurders. Voor buurthuizen hebben wij een aparte aanpak gedaan, omdat wij daar nog een potje hadden vanuit een meerjarig investeringsplan. Uiteindelijk is aan hun het voorstel gedaan om 50-50 te gaan. En dat is uiteindelijk ook hetgene wat nu in uitvoering is. We hebben op basis van deze voorstel hebben wij een referentieberekening gemaakt van het energiegebruik in 2016. Daar zijn ook referentie-energiecijfers aan gekoppeld van dat moment. Dat hebben wij uiteindelijk in een allonge gestopt, wat over het huurcontract is komen te liggen. Waarin wij een extra paragraaf hebben opgenomen dat er een evaluatie zal plaatsvinden na 3 jaar. Als je een beetje slim rekent, dan merk je dat dat ongeveer nu loopt. En de evaluatie tot nu toe gaat goed. Betekent dat ze over het algemeen de energiebesparingen, dus ook de kostenbesparingen bereiken die destijds afgesproken zijn. Er zit een kleine bandbreedte in. Soms valt het mee, maar meestal is hij iets minder positief dan geraamd. Maar daar zat ook die 25% bandbreedte in die ze mochten hebben. Dat zat ook in de afspraken. En op het moment dat er nog een partij komt in deze evaluatie, waarbij de besparingen toch wel tegen gaan vallen, zullen we dat nog verder moeten uitvoeren of uitdiepen. Maar dat zijn we nog niet tegengekomen op dit moment. Op het gebied van monitoring, buiten het evaluatiestukje, doen we op dit moment niet heel actief aan monitoring. We hebben wel overal slimme meters geplaatst. We hebben nu net coachingstrajecten opgezet om de huurders nog te informeren over energieverbruik en wat ze zelf nog kunnen doen. Dat is iets wat we nu aan het uitbouwen zijn en wat ook goed ontvangen wordt door de huurders.
Ja, en dan is er nog een heel leger aan uitdagingen uiteindelijk voorbij gekomen, die vooraf ja, niet per se goed ingebed waren in het uitvoeringsprogramma. Dat houdt ook in dat we eigenlijk altijd hebben moeten bijschaven. We waren bijvoorbeeld op een bepaald punt vergeten om in de business case de kosten van de ingenieursbureaus mee te nemen. Ja, dat is dan toch een tegenvaller. We komen vaak tegen dat we, omdat we aan de daken gaan sleutelen, dat er nieuwe constructieberekeningen gemaakt moeten worden. En dan moeten we ineens aan de nieuwe bouwbesluitregels voldoen. En die voldoen dan niet. En dan moeten er extra constructiemaatregelen getroffen worden. Dus we leren continu. En ondertussen zijn we dus al over de helft. Ja, het einde is in zicht. En ik ben ook heel benieuwd als we straks de monitoring helemaal op touw hebben. En of we dan daadwerkelijk de 40% CO2-besparing hebben bereikt die we voor ogen hebben. Maar alles ziet er naar uit dat dat wel goed gaat komen. Dus ik weet niet of er ondertussen vragen binnen zijn gekomen. Nou, in ieder geval dankjewel Nick voor het mooie verhaal. Ik denk dat het heel inspirerend is hoe jullie dit met jullie huurders hebben opgepakt. Hè? Met name de huurders uit het maatschappelijk veld. We hebben één vraag die gaat over scholen. Hebben jullie scholen ook meegenomen in je aanpak? Nee, dat klopt. Dat is een goed geconstateerd. Die zitten niet in de kernportefeuille van Breda die zo geformuleerd is. Er zal inderdaad, toevallig zit ik daar morgen met de coöperatie mee samen om daar een aparte aanpak voor op te richten. Ja, een hele andere vraag vind ik zelf ook wel, want hoe ga je daarmee om? Hè? Vanaf 1 januari 2021 moeten we met de NTA 8800 werken. Dat betekent eigenlijk dat er een nieuwe methodiek is om ook maatwerkadviezen te maken of EPA-U-adviezen. Nu zijn niet de oude slecht of zo. Alleen ga je kijken naar andere dingen in gebouwen. Hebben jullie daar al plannen gemaakt? Of ga je dat pas bij je volgende uitvoeringsprogramma oppakken? Dat zal in het volgende uitvoeringsprogramma zitten. Zoals ik al zei, het huidige uitvoeringsprogramma is bijna achter de rug. We hebben nog een paar gebouwen op stapel staan. Of nog een paar gebouwen waar we fase 2 nog moeten uitvoeren. Maar ja, daarna houdt de verduurzaming niet op. Dit is een goed punt en dat zal in de volgende uitvoeringsprogramma een nieuw plekje krijgen. Maar waar we destijds in 2015-16 onze allonges hebben gemaakt, toen werd er bijvoorbeeld ook nog niet gesproken over energiebelastingen en ODE-opslagen op de energieprijzen. Dus er zitten sowieso altijd variabelen in die we in onze volgende business cases opnieuw moeten ja, inbrengen. Zeker. Ja. Ik begrijp het, ja. Niek, ik had voor jou ook een vraag voorbereid, maar hij komt ook van een van de deelnemers. Wat is de grootste tegenvaller of uitdaging in het traject geweest? Of zoals ik het had geformuleerd, welke fout ga je niet meer maken? Ja, er zijn heel veel tegenvallers geweest. En de meeste hebben dan toch te maken met geld en met kosten en met tegenslagen op dat vlak. Maar dat is uiteindelijk ook het punt, denk ik, dat je vooraf, hoe ver je ook alles probeert te analyseren en te doordenken. Zoals ik al zei, we zijn in 2012 begonnen met EPA-U-adviseurs om het allemaal voor te bereiden. We zijn in 2016 pas gestart. Dat betekent dat er toch wel een redelijke voorbereiding is geweest. En toch loop je tegen zaken aan als ja, bepaalde kosten niet meegenomen. Bijvoorbeeld dat stukje wat ik zei over die constructies van de daken. Dat was gewoon niet ingecalculeerd dat als je aan een dak gaat sleutelen, want dat zei de VABI-software van de EPA-U, de adviseurs niet, dat je dan ook moet voldoen aan het huidige bouwbesluit. En dat betekent dat je ineens extra investeringen investeringen te maken hebt. Nou ja, dus dat is in ieder geval een tip voor iedereen, hè? Misschien hadden we toch meer techneuten ook moeten betrekken in het begrotingsverhaal uiteindelijk. Oké, dankjewel Niek. Gary, fijn dat je erbij bent. En ondertussen hebben we ook nog Alexander Hessling erbij. Ja. Gary is de contractmanager bij gemeente Eindhoven en Alexander Hessling directeur bij Kuipers.
Nou ja, ik denk dat jullie het beste zelf kunnen vertellen waarom dit een soort duo-presentatie is. Want het gaat over samenwerking tussen een gemeente en de markt. Daar gaat het inderdaad over. Ik ben gevraagd, en we hebben wel best een groot verhaal, maar om te concentreren op het samenwerkingsonderdeel. En we kunnen wel over split incentives heel veel dingen ik al gehoord hebben. Er zijn herkenbaar ook voor ons een portefeuille breed bekijken. Maar daar kom ik dadelijk wel op. Maar met name willen we concentreren op de samenwerkingsdeel. Het gaat met name over twee onderwerpen. En daar bedoel ik wel portefeuille delen. Het gaat over de verduurzaming van de gemeente die vastgoed in de Stadsraad van Eindhoven. Daar hebben we met Impost te maken. Daar hebben we met Alex te maken. En het gaat ook over een aanpak voor de verduurzamingsopgave voor de maatschappelijk vastgoed. En de vragen die aan ons gesteld zijn is, hoe hebben wij de markt erbij betrokken? Hoe haal je de expertise uit de markt en hoe werk je best samen? En zoals je net zelf aangaf, Alex is hier niet voor niks. Het lijkt mij handig, daar komen we straks op een aantal van die antwoorden verder op in die presentatie. Maar we hebben Alex ook bijgevraagd, omdat hij ook bezig is met analyses van het maatschappelijk vastgoed. Misschien kan je jezelf je eigen even voorstellen, Alex, en ook even toelichten de analyse die je tot nu toe gedaan hebt, en wat jij ziet als uitdagingen als marktpartij voor een centrale overheid en voor een lokale overheid zoals een gemeente. Ja, dankjewel Gary. Ja, voor allemaal, ik ben Alex Hesseling, ik ben directeur bij Kuipers, maar ook directeur van Impuls, een samenwerkingsconsortium waar Gary het straks over zal hebben voor de gemeentelijke verduurzaming van het vastgoed in Eindhoven. Als Kuipers kijken wij natuurlijk ook met buitengewoon interesse naar die verduurzamingsopgave, hè, als marktpartij. Maar wij zien daar wel een aantal zaken. En even een aanvulling op een eerdere spreker die het had over bijna 30 miljoen vierkante meter aan gemeentelijk vastgoed. Als je totale maatschappelijk vastgoed op gemeentelijk niveau bekijkt, dan hebben we het over 60 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed wat verduurzaamd dient te worden. Waarvan zo'n, in onze optiek pas zo'n 1/4 echt goed gelabeld is en ook bekend is. En nog de 3/4 dus of nog een label moet krijgen of nog op een labelniveau zit wat ondermaats is. Als je dan kijkt naar de becijferingen van DGMR, die eigenlijk een uitgangspunt hebben genomen om dat in de komende 15 jaar te doen, dan gaat daar ongeveer 15 miljard euro landelijk in zitten. Dat is een enorm bedrag. En dan zie je eigenlijk in hoge mate de drie problemen die wij zien en waar we met de aanpak zoals Eindhoven dat heeft gedaan, wellicht een oplossing kunnen bieden. Dus aan de ene kant is dat het enorme hoge ambitieniveau, met name vanuit de politiek en vanuit de convenanten die we gesloten hebben. Vaak gaat de politiek daar nog een keer overheen en legt die lat nog wat hoger voor jullie als vastgoedbeheerders. Dat is de ene uitdaging. De tweede is de tijd. Het moet ontzettend snel gaan gebeuren en we moeten echt enorme stappen maken om dit op tijd voor elkaar te krijgen. En de derde, ja, daar is ook al aan gememoreerd, het geld. Vaak zijn de budgetten zijn niet beschikbaar en onvoldoende beschikbaar om dit te gaan realiseren. En met name Eindhoven heeft daar ook oplossingen voor bedacht. En Gary, ik geef jou het woord terug om daar op in te gaan. Ja, oké, dankjewel. Ja, we hebben vooronderzoek gedaan. We hebben vragen aan onszelf gesteld, maar ook aan anderen gesteld, externe experts. Over waarom wordt het verduurzamingsslag nou niet gemaakt? Waarom wordt er nu als de energiebesparende maatregelen lijken wel geld op te leveren? Waarom doen we het niet gewoon? En we hebben een aantal experts. We hebben Josephine Green, voormalige design directeur bij Philips. We hebben Dorien Putman hebben we besproken van de SNS Bank. We hebben toen de tijd waar Stukton was bezig, directie van Stukton was bezig met het opstellen van ESCO's. Maar we hebben gevraagd, wat moeten wij nu mee rekening mee houden en wat moeten we nu in een andere manier gaan benaderen om juist die stappen te maken. Nou, dit zijn eigenlijk de drie hoofdpunten die zijn eruit gekomen. Nummer 1 was, je zou wel op een lange termijn je opgave moeten gaan benaderen. Je moet het vanuit een systeembenadering, dat wordt eerder benoemd een portefeuille breed benadering, moeten aangepakt worden. Dat wil zeggen, niet op postzegelniveau, niet de CV-ketels gaan vervangen als je weet dat je van de gas afgaat over zes maanden, een jaar, twee jaar. En met name, je moet anders mee mensen omgaan, je moet anders gaan samenwerken.
maar anders de markt benaderen. Je moet juist graag de expertise van de markt gebruiken. Je moet die bij betrekken. Dan probeer de expertise. De mensen waren er dagelijks mee. Ik hoorde net iemand zeggen, iets over meer techneuten erbij betrekken. Nou, die moeten de techneuten erbij betrekken om te bedenken in de oplossingen. Zoals net gesteld, Eindhoven heeft ook inderdaad heel veel ambities op het gebied van energie-neutraliteit, prettige leefomgeving. En soms match je de ambities niet met de beschikbare middelen. En beschikbare middelen bedoel ik niet alleen maar mensen, maar dat bedoel ik ook in geld. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat juist goede vragen stellen bij de markt, de expertise proberen uit te halen, betekent dat je moet ook open en transparante vragen gaan stellen. Je moet open kaart spelen. Je moet vertellen de mensen waar je mee zit. Je moet vertellen hoe je wat je uitdagingen zijn. En wij hebben eigenlijk vaak gewoon opengesteld richting de markt. Als wij nou al die ambities hebben, wat voor vragen moeten wij aan jullie stellen om juist de invulling te geven? Alex is juist bijna vanaf het begin betrokken bij het uitvaart. Misschien kan jij even iets toelichten, Alex, over de manier jij die vraagstellingen hebt gevaren. En dan laat ik zien wat de werkelijke resultaten waren en die interesse. Ja, Gary, zeker. Hè, toen wij daarmee begonnen en zeker de manier waarop jullie die vraag hebben gesteld aan de markt. En feitelijk ook in die zin kwetsbaar van, goh, help ons nou om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat was voor ons echt een trigger om met een groep en een consortium bij elkaar te komen. En natuurlijk zagen wij ook gewoon werk liggen, laten we daar ook eerlijk in zijn. Maar vooral ook de kans dat wij als markt onze expertise konden laten zien in dit vraagstuk. Dat heeft ons echt wel doen besluiten om hier vol voor te gaan en hier alles uit de kast te trekken om de gemeente daarin in te helpen en daarin verder te komen. Ja, dankjewel. Nou, dat heeft geleid tot een uitbreiding van de oorspronkelijke scope. We zijn begonnen met alleen maar de renovatie van de stadhuis toren. Dat is die blauwe toren die middenin zit. Als je die elementen pakken zoals wij het eerder benoemd hebben, de systeemaanpak, het lange termijn, dan zagen wij dat we gewoon alles moeten bij elkaar trekken om juist grote stappen te maken. Portefeuillebreed, systeemgericht moeten we mee aan de slag. En dat betekent, we hebben alles bij elkaar betrokken en in een business case gezet. Dat was ook de opdracht die neergelegd was bij vanuit de raad, dat we mee aan de slag moeten met een sluitende business case. Dus we hebben het onderhoud, het gas, water, licht, de projecten die toen liepen, de renovatie, een functionele upgrade van het stadhuis zelf, plus de verduurzamingsopgave bij elkaar gebundeld. Omdat we dachten, als we daarmee gaan spelen, dan kunnen we mee aan de slag met de grote stappen maken. En we hebben schijnbaar wel iets geraakt. In de uitbreeksessies gaan we meer op de selectie van de samenwerking. Maar wij dachten, we zouden wel 1 of 2 of 15 misschien wel bedrijven krijgen die geïnteresseerd waren. Er zijn er 300 bedrijven op de eerste bijeenkomst gekomen. En er zijn meer dan 600 deelnemers. En dat heeft geleid in de werkelijke inschrijving tot 17 consortia hebben ingeschreven. Waar meer dan 70 bedrijven daarin deelnemen. En uiteindelijk is Impuls daar de ene die heeft als best uit de ding gekomen is. En het leidt tot eigenlijk een schouder-aan-schouderpartner. Dat is wat we op zochten. We zochten een alliantie. Maar op basis van vertrouwen mee aan de slag. Maar ook een flexibel contractvorm. Dat betekent dat we juist op in kunnen spelen op de innovaties die zichzelf voordoen aan de lange termijn. We hebben besloten om een 15 jaar contract mee af te sluiten met Impuls. Maar wel een flexibel contractvorm dat we juist kunnen op inspelen. In teamverband op de innovaties die zou voordoen. Eén ding weten we zeker. Dat over 2 jaar is het totaal anders dan we denken nu. Wie had gedacht aan corona? Wie had gedacht aan allerlei andere zaken? De ontwikkelingen die nou voortkomen, die moeten we kunnen opvangen in het contract en in de samenwerking. Alex, een paar resultaten. Ik zou wel even vlug door dit stuk gaan, Alex, omdat we hebben de tijd. Als jij er even toelicht.
Ja, nou goed, wat ontzettend belangrijk is, zeker het stadhuis Toren en stadhuis zijn min of meer monumentale plannen met een allerbelabberste label. Het paste zelfs niet eens op dit staatje, dus onder G. Zo lekker als een mandje met een heel slecht, ja, we stookten eigenlijk voor de mussen. We hebben dat in een hele korte tijd naar een A++ niveau weten te brengen met een enorme energieprestatie. Dus dat is echt een goed resultaat. Materiaalplatform. Zal ik deze ook doen of wil je die? Ja, doe maar. Samenwerken. Ja, maar doe maar. Sorry? Ja, we hebben... Wat wij ook... Pak jij maar, Rick. Nou, we hebben een soort marktplaats waar alle uitkomende materialen bij beschikbaar gesteld. We hebben de brandslanghaspels, het geneer van de dure, de toiletpotten hebben we allemaal op een platform en die hebben wij in de vorm van de circulariteit. Die heeft geleid uiteindelijk tot een 95% circulair renovatie bij het stadhuis Toren. En als je de sprong maken, naar het maatschappelijk vastgoed, diezelfde ideeën die we hadden, die basisuitgangspunten, hebben wij ook hier toegepast. Bij de benadering van de maatschappelijk vastgoed. We zijn benaderd, dat ging goed. Dat ging over 9 gebouwen, 15.000 vierkante meter. We hadden in totaal op de kernportefeuille 182 andere panden. Die hebben wij de vraag aan ons ook gesteld om daarmee aan de slag te gaan. Ik hoor heel veel elementen bij Breda, die zijn vergelijkbaar als die van ons. De opgave, de uitdaging. We hebben besloten op te splitsen in 2 onderdelen, de maatschappelijk vastgoed. We hebben namelijk gezegd, we gaan mee aan de slag met de laaghangende fruit. We gaan daar de PV-panelen, de isolatie, die dingen die 6x11 terugverdienen, binnen de technische levensduur gaan we mee aan de slag. Maar wat we ook merkten, nadat wij de markt hadden wederom benaderd, was dat de marktomstandigheden waren anders dan toen we zijn mee aan de slag gegaan met Impuls. Wat we zagen was dat juist als het ingewikkeld was, als men wou we gaan werken voor een gemeente, dat ze juist niet over de brug kwam, omdat ze vonden het te moeilijk en te ingewikkeld. Dus wij hebben de slag moeten maken om juist, met name voor die simpel laaghangende fruit elementen, om die ons als een aantrekkelijke opdrachtgever te maken voor marktpartijen, dat ze juist willen voor ons werken. En daar heeft ons een bepaalde systematiek, een crosslijst systematiek voor het aanbesteden, heeft laten opstellen. Maar wat we ook gezien hebben, en dat was eigenlijk de hoofddoel bij het verduurzaming, de opgave van uiteraard, was dat wij juist onze eigen vastgoed zouden moeten inzetten als een soort katalyst voor het resterende deel van de stad. Een soort voorbeeldfunctie, aangeven hoe wij dingen aan het doen zijn. Maar als je echt wil grote stappen maken, dan moet je dat ook juist gaan doen met andere partijen. Dus we hebben... Thierry, mag ik even... Je hebt nog 2 minuten. Nou, en goed. Het is misschien ook leuk om even 1 vraag te beantwoorden. Goed. Of jullie ook iets met scholen hebben gedaan. Met corona? Nee, scholen. Oh, sorry. Dat moet je niet. Nee, we hebben wel juist iets gedaan met scholen. We hadden het over een verbreding van de... partijen, juist zoals met meerdere opdrachtgevers op te treden. En we hebben een samenwerking opgesteld. We hebben aanbesteding georganiseerd met een aantal schoolbesturen. Wij hebben onze expertise ingezet om hun vooruit te helpen in het samen verduurzamen. En dat is eigenlijk de hele clue achter het verhaal. Optreden, gezamenlijk met andere opdrachtgevers, een vliegwiel creëren in de stad. Onze vastgoed gebruiken als een katalyst voor anderen. Anderen proberen erbij te betrekken om juist mee aan de slag te gaan. Niet alleen maar met ons eigen vastgoed, maar met de vastgoed in de stad breed. Een mooie uitsmijter, Gary. Gezamenlijk optreden met andere opdrachtgevers vind ik een hele inspirerende. Wat heb je geleerd van dit project? Wat zou je met de kennis die je nu hebt anders doen? Soms is het moeilijk om de flexibiliteit die noodzakelijk is over te brengen met interne collega's. Juist dat kunnen wisselen, inspelen op de kansen, is omdat we allemaal zo druk hebben, dat is soms moeilijk om daar over te brengen bij anderen. Ook wordt er ook gesteld, de bestuurlijke belangen die zijn ook breed natuurlijk. En verduurzaming zit niet altijd bovenop die agenda. Wel in ambitie, maar niet in wat ze daar meebrengen als het moet gerealiseerd worden.
Ja, nee, dat begrijp ik. Want je komt nog wat veranderingen tegen. Hè? Ander beleid, andere gebruikers. Hoofd over de flexibiliteit van de contract en de noodzakelijkheid voor goede samenwerken is het mee kunnen opvangen. We hebben dat genoemd. Endogene en exogene veranderingen, die komen op je af. Je kan die niet voorkomen en daar moet je mee kunnen meeveren. Zou je alle organisaties aanbevelen om een contractmanager te hebben? Dat ligt in de organisatie. Nou, ik kom er niet veel tegen, Gary. Ik vind dat jouw rol wel een hele mooie is. Zeker in het kader van die flexibiliteit. Die op kunnen op strategisch niveau, het op kunnen vangen van die veranderingen inderdaad, dat is wel een belangrijk element. Je moet het wel kunnen opvangen. En dat moet wel ingebed worden in de organisatie. Oké. Dankjewel, Gary. Dankjewel, Alex. Machiel, ik geef jou graag even het woord. Ik hoop dat je het een beetje in 5 minuten kan doen. Ja, dat gaat helemaal lukken, want ik ga een preview geven van het project waar we afgelopen jaar samen mee in opgetrokken hebben. Zoals je net al zei, Céline, het sluit heel mooi aan bij het verhaal van net. Dat was natuurlijk de praktijk, maar wij zijn eigenlijk kennisproducten aan het ontwikkelen. Dat doen we samen met RVO, Piano en ook InvestNL. En wat we gezien hebben is eigenlijk, je hebt energieprestatiecontracten. Dus dat je eigenlijk gewoon langer kijkt naar ook in de exploitatiefase, dat je dat helemaal meeneemt. En waar je dan energie kan besparen, waar je gebouwen kan verduurzamen, hoe je het in kan zetten. Hoe kunnen we dat een impuls geven? Dan ga ik even naar de volgende sheet. Ja, even wat theorie en achtergronden. Je kan heel veel dingen gewoon nalezen op de website van RVO. Waar energieprestatiecontracten toegelicht zijn. Eigenlijk is een energieprestatiecontract zijn afspraken tussen een opdrachtgever en uitvoerende partij over het leveren van energiediensten. Dus je koopt niet een, of je zet niet een installatie neer, maar je gaat gewoon langere tijd een dienst afnemen. En met energieprestatiecontracten maak je gewoon met die service provider maak je afspraken over te behalen energiebesparingen. En dan heb je natuurlijk, daar kan je natuurlijk ook nog allerlei garanties over afspreken. En bonus-malus systeem voor opzetten, mochten de garanties gehaald of niet gehaald worden. En ik denk een belangrijk iets is, je moet denken niet naar de verbouwing van je vastgoed, maar je moet starten bij de exploitatie en wat daar allemaal speelt. Even de kennisproducten die ontwikkeld worden in het Energieimpuls project, en die zullen eind november, begin december hopelijk op de website van RVO gepubliceerd gaan worden. En dan zullen we er in ieder geval ook weer nog veel meer rugbaarheid aan geven. Dat zijn modelcontracten. En modelcontracten, eigenlijk hoe je die je kan gaan gebruiken als je met een EPC-contract gaat werken. En dat is als je het zelf financiert of als je het laat voorfinancieren door een derde partij. Dat wordt door Fit Our Future wordt dat opgesteld. Daarnaast hebben we een financieel model en dat wordt door Ernst & Young opgesteld. En dat zijn eigenlijk dat is een rekentool waarin je eigenlijk alle geldstromen die door je project gaan stromen in kaart kan brengen. En je kan dan vervolgens gaan schuiven en gaan kijken van of je voor een contracttermijn of je langere, korte termijnen gaat hanteren. Dus het is in ieder geval een model voor. Ja, voor de financiële mensen die meekijken en meerekenen in je organisatie. En het derde product is een handreiking. En die handreiking, die was er al. Die is in 2014 opgesteld. En die hebben we nu gewoon geactualiseerd. Gewoon, hoe ga je met de markt praten? Hoe ga je het aanbesteden? Waar moet je op letten? Nou, even om aan te geven
Afgelopen week hadden wij ook een webinar. En dat ging over een langdurig contract in Friesland, de Elfstedenhal. Voor 25 jaar, waar eigenlijk gewerkt wordt met deze systematiek. En er kwam eigenlijk naar boven, wat net ook al in het verhaal van Eindhoven naar boven kwam, van je hebt toch die interne organisatie en de menskant moet je meekrijgen. Je hebt de verschillende disciplines waar je mee te maken hebt met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in je gemeentelijke organisatie. Ja, daar moet je toch ook iets mee doen. En dat komt overeen met de ideeën die we binnen het projectteam en ook binnen de klankbordgroep hadden. En dat was dat je eigenlijk moet je de verschillende disciplines, hè, dus het contract, het financieel model, de inkopers die met aanbesteden bezig zijn, de contractmanagers, je moet dat bij elkaar brengen. En daarvoor geef ik jullie nu even een preview. Wat we ook gaan publiceren dit jaar is een stappenplan. En dat stappenplan dat geeft eigenlijk vier onderdelen hoe je eigenlijk met energieprestatiecontracten kan gaan werken in je organisatie. En daar zit een stukje voorbereiding in, het contractverhaal, de marktbenadering en eigenlijk het in het diep springen en op basis van de voorbereiding doorstappen. Het lijken wellicht open deuren. Maar er zit een hele wereld achter. En ik denk dat we hopen in ieder geval met dit kennisdocument de komende tijd meer een impuls te geven aan deze vorm van de EPC-contracten. Even kijken wat we... het wordt gepresenteerd op de website, zei ik al. Dus hou het in de gaten. Wat er nu al op staat, een link. Wil je nu al met EPC-contracten werken, dan kan je een check doen. En er is ook op Energieslag een groep. Die wordt door mijn collega van RVO Thomas van Houten begeleid. En daar kan je je ook voor aanmelden. En daarnaast kan je bij Piano ook terecht bij ons algemene infoloket. Voor hulp voor verder advies. En dat is even in vogelvlucht wat we aan het doen zijn binnen het project EPC.